In de video van vandaag ga ik het met jullie hebben over het verschil tussen spelen en vechten van twee katten. Want dat is best wel lastig. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar de Gelukkige Huiskat, het YouTube-kanaal waar je alles leert over het gedrag van je kat. En waar ik je tips en adviezen geef over hoe je je kat nog gelukkiger kunt maken. Ben jij nog geen abonnee, dan zou ik zeggen zeker doen, dan mis je geen enkele video. En vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over het verschil tussen spelen en vechten en hoe je dat kunt zien. Want dat is ten eerste een vraag die mensen best wel vaak stellen. Is dit nou spel of ja, zijn ze toch aan het vechten? Ik weet het niet zo goed. Waar moet ik op letten? En dat is ook best wel lastig. Nou, wat is spel? Laten we even beginnen met een goede definitie van wat ik dan bedoel met spel. Het gaat hier om spelen van twee katten met elkaar. En daarmee bedoel ik dus niet dat ze met z'n tweeën achter een bewegende hengel aanrennen. Of met z'n tweeën achter een balletje aanrennen. Ik bedoel echt spelen met elkaar. En ja, je kunt het ook worstelen noemen, want daar lijkt het meestal op. Het is iets wat katten doen om sociale vaardigheden te ontwikkelen. En dat is dus ook heel belangrijk. Daarom is het ook zo belangrijk dat katten, als ze jong zijn, met elkaar dit kunnen doen. Hè, kittens die alleen opgroeien, hebben veel minder sociale vaardigheden. Want dat hebben ze dus niet geleerd. En de periode waarin ze dat doen is eigenlijk, ja, nou ja, na een week of 3, 4, zeg maar, in het nest. Tot 16 weken, 4, 5 maanden, zeg maar. En de top is rond de 12, 14 weken. Dan zijn ze echt maximaal aan het stoeien met elkaar. En daarna wordt het minder. Volwassen katten spelen op die manier, zoals ik nu hier beschrijf, zo stoeien, worstelen, dat doen ze veel minder als ze eenmaal volwassen zijn. Nou, om met het eerste punt te beginnen, waar kun je op letten of je kat, of je katten samen spelen, of dat het misschien toch hier vechten is? Nou, je moet ervan uitgaan dat katten die niet vriendjes van elkaar zijn, niet samen spelen. Dat komt eigenlijk niet voor. Dan is het automatisch vechten. Dus je kunt letten op of die twee katten waarvan je dan wil weten samen slapen, of ze elkaar wassen, of ze als ze langs elkaar lopen met hun lichamen tegen elkaar aanstrijken, of als ze elkaar ontmoeten of ze de staart omhoog hebben, want dat zijn allemaal tekenen van ja, vriendschap, ik vind jou leuk en lief. En ja, die katten die zouden samen kunnen spelen. Katten die dat niet doen, die niet zo'n relatie hebben, die spelen dus niet samen. En dan kun je er gewoon van uitgaan dat het een gevecht is en niet een vriendschappelijk spel. Een ander ding waar je het aan kan zien is of er geluid is. Zeg maar, als katten blazen, krommen, gillen, dan is het per definitie ook niet spel. Dan is het gevecht, of het is misschien ooit spel geweest, maar het eindigt in gevecht. Daar kom ik dan zo nog even op terug. Maar op dat moment, als er geluid is, dan is het geen spel meer. Want spelen met elkaar, dat is geluidloos. Waar je ook op kunt letten, is of ze hun nagels ingetrokken hebben of juist niet. En of ze bijten. Dus echt bijten of dat die bijt geremd is. En dat betekent dus, ja, wat je ook wel eens merkt als je kat zijn bek op je hand zet of zo. En hij doet dat heel zachtjes, dat noemen we een bijtrem. Dan bijt hij dus eigenlijk niet echt. Nou, dat doen katten ook als ze met elkaar spelen. Het lijkt alsof ze bijten, maar het doet niet pijn. Dus de bijt is, ze bijten niet door. En met de nagels is dat net zo. Die klauwen die komen echt niet in de huid van die andere kat als ze spelen. Want dat zou direct betekenen dat die andere kat er ook mee wil stoppen. Want dat gaat natuurlijk veel te ver. En dat is ook inderdaad dus wat ze leren. Die sociale vaardigheden leren ze dus dat
ze voorzichtig met elkaar moeten doen, want als ze te hard grondig te werk gaan, dat het niet leuk is en dat die andere kat er dus mee stopt. Dus dat betekent, als jij haren overal ziet, plukken haar, dan die zijn er niet uit zichzelf uitkomen vallen. Hè? Dus dan is het toch meestal zo dat er te heftig gespeeld wordt en dan is het wel een beetje dubieus of het echt nog wel spel is. Dus daar kun je ook op letten. Wat je ook ziet als katten met elkaar spelen, is dat ze tussendoor heel veel pauzes hebben. Ze rennen even achter elkaar en dan stoppen ze even en dan gaat het spel gewoon weer verder. Dat zie je in een gevecht ook niet, maar in spel zie je dat dus wel. Een ander ding wat spel heel anders maakt dan een gevecht is de lichaamshouding, de spanning in het lichaam eigenlijk. Want bij een spel is het echt een ontspannen lichaamshouding en bij een gevecht dan zijn al die spieren maximaal gespannen. Dan zie je een hele starre kat en niet een hele ontspannen lichaamshouding. Dus daar kun je ook op letten. Wat je in het spel ook regelmatig ziet, is dat een kat aanzet tot spelen. Maar die andere kat die wil het niet. Dat kan natuurlijk voorkomen. Ze hoeven niet altijd op hetzelfde moment te willen spelen. En de kat die dan niet wil spelen, die loopt weg. En die andere kat, die wel wil spelen, die laat het dan. En op het moment dat die kat er dan achteraan blijft rennen, dan is het ook eigenlijk al niet meer spel. Want spel is wederzijds. Dat is dan tevens weer het volgende punt. In spel zie je dat de rollen omwisselen. Dus de ene kat rent, zeg maar kat A rent achter kat B aan. En dan vervolgens komt kat B in één keer en die rent achter kat A aan. Het wisselt elkaar dus gewoon af. Als jij ziet dat het elke keer kat A is die achter kat B aanrent, en dat is keer op keer zo en het is nooit andersom, dan kun je er ook van uitgaan dat het geen spel is. En dan kan het wel zo zijn dat de bedoeling van kat A wel spelen is, maar dat wordt niet beantwoord door kat B. Ja, en als kat A dan dus niet stopt, maar het blijft doen, dan is dat niet spel. En dan is het ook tevens, eigenlijk al dit soort dingen, dat is gelijk ook een heel riskant moment. Want als kat A wegloopt en ergens anders gaat zitten en... Nee, sorry, als kat B wegloopt, kat A wou spelen en die rent achter kat B aan en B wil niet spelen en B rent weg en A laat dat zo, dan is het daarmee klaar. Maar als kat A erachteraan blijft rennen, of als B een ander humeur heeft en niet weg wil lopen, dan kan dat dus heel makkelijk ontaarden in toch echt een gevecht. En dat zie je best wel regelmatig bij volwassen katten. Dus spelen bij volwassen katten, dat is best wel risicovol. En ja, misschien niet zo heel gek als je weet dat katten natuurlijk wel redelijk solitaire dieren zijn. Dus dat is niet iets wat ze misschien heel goed geleerd hebben om dat samen te doen. Dus daarom is het ook goed om dit dus allemaal te weten. Daarom maak ik natuurlijk ook deze video. Want als je denkt van dit kon wel eens uit de hand lopen, dan is het wel goed om in te grijpen. Leid kat A in dit geval dan even af met een hengel, gaan met een hengel spelen, zodat die kat B met rust laat. Want dan is het gevaar voor een escalatie geweken. Wat je ook nog wel eens ziet, is dat het lijkt alsof, ik noem maar weer even kat A, die is heel speels, alsof kat A wil spelen met kat B, maar dat het eigenlijk meer prooivanggedrag is. Dus hij beschouwt kat B meer als een prooi die hij wil vangen. Hij oefent daarmee het vangen van een prooi. Nou, dat valt dus ook niet onder samen spelen, want het is maar heel eenzijdig. Het komt alleen maar van A. Dus daar kun je dus heel goed gebruiken om te kijken wat het is. Is het spel of is het vechten? Als het eenzijdig is, is het eigenlijk niet, wat ik dan versta onder spel. Het is niet wederzijds. Wat dat verschil nou zo moeilijk maakt, is dat dat spel bij katten ook nog best wel heftig kan zijn. Het gaat er soms best wel heftig aan toe.
terwijl het dan soms toch wel spel is. Nou, ik heb daar een filmpje van gemaakt, van Bommel en Brechtje. En die heb ik in slow motion. En ja, aan de hand van het filmpje wil ik jullie even laten zien, ja, hoe dat er dan uitziet, waar je even naar kunt kijken. Nou, hier heb ik dus Bommel en Brechtje die heftig aan het spelen en stoeien zijn. En hier gaat hij over in slow motion. Wat je bijvoorbeeld bij Brechtje ziet is, je ziet de bek open, je ziet ook ja, hele grote pupillen. Dat is een beetje het spelgezicht van katten. Nou, hier ligt ze op de rug. Dat gebeurt ook heel vaak als katten samen spelen. Dat de ene op de rug gaat liggen. En hier komt dan de pounce, zoals we dat dan noemen. Maar ja, die nagels die zijn in. Hè. Die zie je niet. Er vliegen geen plukken haar rond. Het is over en weer. Want daarnet zag je Brechtje met haar pootjes richting Bommel. En dan springt Bommel er bovenop. En wat je ook heel vaak ziet, dat laat Brechtje hier heel duidelijk zien, dat ze met die achterpoten gaat duwen, zeg maar. Maar wat je ook ziet is dat het wel een ontspannen lichaamshouding is. Hè. Deze katten die zijn ja, niet, de spieren zijn niet overdreven gespannen. De staart die hangt ook los. Hier laat ze ook heel goed zien, de nagels zijn in. En ja, Bommel die heeft wel die bek open en die duikt er wel op. Maar dat wordt natuurlijk niet gebeten, anders zou dit al lang gestopt zijn. En ook Brechtje bijt en ja, pakt dan Bommel vast. Het is dus best wel heftig als je dit zo ziet. Maar het is wel ja, toch heel vriendschappelijk. Er is geen schade. Nou, ik hoop dat het een beetje duidelijk is geworden en ook met dat filmpje dat jullie weten van waar je op moet letten om te kijken of de katten spelen of vechten. En zoals gezegd, het is soms best wel moeilijk. Kom je er niet uit? Nou ja, dan kun je bellen en dan kan ik je misschien helpen. Het is in ieder geval heel belangrijk om het verschil te maken en weet dat als een gevecht escaleert, dat het meestal daarna veel vaker escaleert. En dat de situatie tussen jouw katten, of de relatie tussen je katten daardoor slechter en slechter en slechter wordt. Dus het is heel goed om op tijd in te grijpen. En daarmee wil ik dan deze video afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke video vond. En natuurlijk hoop ik dat je deze video deelt met al je andere kattenvrienden. En dan hoop ik je volgende week weer te zien. Tot dan!